Ooit nam je de trein om van Dinxperlo naar Varsseveld te reizen. Op 18 september 1901 werd de lokaal spoorwegmaatschappij Dinxperlo-Varsseveld opgericht, waarna de spoorlijn ongeveer 40 jaar in gebruik is geweest. We zijn hier in Heurne en ik loop hier op een stukje verhoging waar vroeger de spoorlijn van Dinxperlo naar Varsseveld heeft gelopen. En als we naar die kant kijken, dan zien we daar het halt, het oude stationsgebouw. Hier stopte Bello, de locomotief die 6 keer per dag tussen de Achterhoekse dorpen heen en weer reed, met passagiers, maar vooral veel goederen. Bijvoorbeeld voor de tapijtfabriek in het eindstation Dinxperlo. We zijn hier bij de Keuper Veerbeek. En hier ligt nog een stukje spoor dat ons aan de spoorlijn moet herinneren van Varsseveld via Sinderen en de Heurne naar Dinxperlo toe. En in Dinxperlo, dat station, was tevens het eindpunt van deze spoorlijn. Nou, ik loop nu richting de plek waar het station gestaan heeft. En dan hier aan de zijkant van de straat heeft ongeveer een spoor gelopen. Ik kan het niet exact aangeven. De vroegere stationsweg liep vanaf de Dorpsstraat rechtdoor tot aan het stationsgebouw, dat op de plek net naast de huidige openbare bibliotheek heeft gestaan. De spoorrails lag erachter, waar nu de Nieuwstraat loopt. Hier staan we bij het monument. Dat moet ons herinneren aan de spoorlijn die hier gelopen heeft. De rails die hiervoor gebruikt zijn, zijn niet de originele, want die zijn in de oorlog door de Duitsers opgebroken en omgesmolten en gebruikt voor de wapenindustrie. En omdat de verbinding niet rendabel was, werd het spoor na de Tweede Wereldoorlog niet opnieuw aangelegd en verdween de lijn Varsseveld-Dinxperlo. Meer cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Aalten vindt u op erfgoedaalten.nl.